hier op Parkpop. Hey, wie ben jij? Jij bent? Mandy. We staan nu voor het Guldenhuis van Florence. Nou, ik sta hier voor het oude pand van het ministerie van Sociale Zaken. En ja, zoals je achter mij kan zien, staan als het goed is de vluchtelingen, of in ieder geval de onderhandelaars. Ik weet niet precies wat daarachter staat. We mogen niet verder, jammer genoeg. Maar ja, op de andere hoek staan mensen die erop tegen zijn. Omdat ze te veel klagen, hebben we gelezen, hebben we vernomen. Wat zijn hun klachten? Dat ze geen televisie hebben, geen goede wifi-netwerk en geen bankstellen hebben. Ik was blij dat in ieder geval überhaupt wifi uitkwam. We gaan maar eens kijken hoe deze dag gaat verlopen hier. Gisteren lagen ze allemaal buiten hier verderop. En ja, we gaan eens kijken hoe dit uitpakt. Op Facebook was er ook al een bericht van 8 uur massaal gaan verzamelen. Want we zijn er klaar mee, stond er op Facebook. Dus wij dachten we gaan maar eens even kijken van hoe dit gaat aflopen. Nou, de groep die daar verderop stond is voorbij het gebouw heen gelopen. Ze mochten niet blijven staan, dus zijn verder gelopen. Maar ik sta hier naast een meneer en die weet alles, zegt hij. En hij kan het helemaal uitleggen. Dus ik zou zeggen, leg het uit. Luister, als je zo ver komt, kom je in zo'n gehucht te staan. Weet je wat je moet doen? Kijk naar elkaar. En al deze mensen wat hier staan, hè, ze hebben gelijk. Dus iedereen krijgt geld. Je bent illegaal. Je krijgt geld. Je krijgt 20 euro per week. Maar de Nederlanders die niks hebben, hier bij Zichtenburg waar ze geld moeten zoeken, ja. Ze krijgen niks. En daarom zijn deze mensen boos. Kijk eerst naar je eigen mensen. En meneer Wilders, u heeft helemaal gelijk. Maar u kleurt uw haar te veel. Met uw peroxide gaat naar je hoofd toe. Maar u heeft wel gelijk. Kappen. En wat vind je er nou van dat ze klagen over wifi? Ik lul voor ze. Dat bedoel ik. Nou, in ieder geval bedankt voor je interview. Geen dank. Nou, we gaan maar eens even verder kijken wat er nog meer gaat gebeuren. We lopen even met de groep mee. Nou, we proberen via het station naar de andere kant te komen, maar nou is ook tegengehouden. De politie beschermt ze aan alle kanten. Nou, er is enige woordenwisseling van hoe en wat en dit en dat. Dus we gaan maar eens even kijken wat er gaat gebeuren. Ze proberen de tunnel schoon te vegen. En we gaan eens... Kijk, ze gaan vegen. Met de duwen. De honden komen erbij. En kunnen we er weinig aan doen. Hè. Het is een beetje jammer van hoe het moet gaan. En zoals je kan horen zijn er een paar honden. Zoals je ziet, alles wordt groot. Ja, het is gewoon professioneel. Ja, natuurlijk. Ja, dan gaan we toch even bellen, joh. Laten we er even een paar honderd man komen.
genoeg zo'n dat er zijn. Zoals je dus net zag, zag je dat er een man opeens zomaar werd geduwd. Die ene wou zelfs nog een trap nageven, maar ja, hij werd tegengehouden door zijn collega, waardoor hij die trap tegen die mevrouw niet kon geven. Dus ja, wat is er nou eigenlijk weer van de politie? Nou, zoals je ziet, iedereen wordt het tunneltje eruit gehaald. Ja, weggeveegd. Het tunneltje is helemaal schoongeveegd. Honden, alles. Kijk, wordt geduwd. Kijk, iemand. Kijk, iemand wordt geduwd. Die andere, die agent, die zegt, ja, kom dan, kom dan. Ja, ja, kijk eens. Hier, hoppa. Die ene agent wordt tegengehouden door zijn collega, zoals je kan zien. Die wou even die oude vrouw een deal geven. Ja, kijk, ik snap dat je die jongens moet beschermen, maar niet meteen geweld naar de mensen toe. Waarom dat geweld? Is nergens voor nodig. Regio 15 staat er ook weer bij. Ik denk dat ze alles weer weten. Ja, we staan weer aan de andere kant. En ja, het is dus afwachten wat er gaat gebeuren. Ze willen het hier schoon gaan vegen, want ja, de tram moet gaan rijden. Misschien dat ze al een omleiding hebben gemaakt voor tram 2, want dit is het eindstation van tram 2. En ja, het is weer afwachten van wat er gaat gebeuren. Kijk, ze zijn daar in discussie. Dat zijn de heren die er net nogal waren. Dus ja, Wie? Politie? Ja, politie heeft niks te willen, joh. Ze moeten gewoon allemaal een beetje wiet roken, dat is het. En ze hoeven niet te klagen, of niet? Kom, zie je ons bang maken, joh. Kijk, en daar zitten ze boven te kijken. Wifi-code. Daar zo. En kijk, ze lachen. Wifi-code, weet toch? Ze moet een beetje wiet opsturen naar hen. Hier verderop ook. En kijk, ze lachen. En van je minister moet je het hebben, hè? Die hele gebouw vol. Nou, we staan hier nog steeds bij het gebouw van waar de vluchtelingen zitten. En ja, zoals iedereen ziet, iedereen begint weer te lopen. Ze gingen eerst via de ene kant, toen weer proberen ze nu weer via de andere kant. Zoals je net zag, mensen uit het pand die begonnen te zwaaien naar de camera's. Ja, ik weet nou niet of dat nou echt zo handig is. Het is wel een tikkeltje van uitdagen. De mensen zijn hier al niet blij, dan ga je voor het raam staan en dan ga je nog zwaaien ook naar ze. Ja, het is een beetje uitdagen. Maar dit is de eerste dag. Misschien komt er wel nog weer een tweede dag, een derde dag, een vierde dag. Ik weet het niet. We gaan het volgen. Jullie kunnen het volgen bij ons op het kanaal. Die agent die zegt, ja, kom dan, kom dan. Ja, ja, kijk eens. Hier, hoppa. Die ene agent wordt tegengehouden door zijn collega, zoals je kan zien. Die wou even die oude vrouw een deal geven. En ik wil zeggen mensen, nog een hele fijne avond. En misschien tot morgen weer. We'll be right back.